Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van De Witte Talks. Vanuit de groene zaal van Sociëteit De Witte staat vandaag centraal hoe we tot een duurzame Nederlandse burgerluchtvaart in Europees perspectief komen. Casper, goed je weer te zien. Wanneer heb jij voor het laatst gevlogen? Mijn laatste vlucht is in december vorig jaar geweest. Voor mijn werk naar China en daarna niet meer. Veel rust, geen strepen in de lucht, dankzij mij. Even geleden, wat zijn jouw reflecties en vragen vooraf bij dit onderwerp? Ja, nou, we maken op dit moment de grootste crisis uit de geschiedenis van de luchtvaart en van KLM mee. Dat stelde KLM-topman Pieter Elbers recent. Kritiek op die enorm toegenomen burgerluchtvaart, die was er natuurlijk al een tijdje, vanwege onder andere het aandeel van de luchtvaart in de CO2-uitstoot. Denk ook aan die term vliegschaamte die al een tijdje bestond. En denk aan de verontwaardiging bij velen over het feit dat de luchtvaart helemaal buiten de maatregelen van het klimaatakkoord werd gehouden. Maar als we dan naar het afgelopen half jaar kijken, als gevolg van corona is die burgerluchtvaart een van de sectoren die acuut stil kwamen te liggen. En die het technische failliet van KLM eigenlijk tot gevolg had. En als vanzelfsprekend heeft KLM toen een enorme steun vanuit het kabinet gekregen. Maar uit de discussie van de afgelopen periode blijkt ook wel dat KLM eigenlijk geen gewoon bedrijf is. Het wordt terecht of niet terecht gezien als een hoofdpijler onder de BV Nederland. En het wordt ook, er wordt ook een behoorlijke nationaal-psychologische waarde aan het bedrijf toegekend. Maar de vraag is nu, hoe gaan we straks verder met de burgerluchtvaart in Nederland? Hoe kan die sector wat betreft economisch rendement en duurzaamheid er weer bovenop komen en bovendien een bijdrage leveren aan al die andere aanpalende sectoren, zoals de Mainport, Schiphol en al die andere bedrijfstakken die ook in meer of mindere mate op de luchtvaart drijven? Zijn groots opgetuigde nationale maatschappijen nog wel houdbaar in het post-corona-tijdperk? En hoe zal de toekomstige relatie tussen de nationale overheid en de luchtvaartsector eruit moeten zien? En als laatste, als we weliswaar groener, maar toch ook minder gaan vliegen, welke alternatieven voor internationaal verkeer hebben we dan eigenlijk? Nou, prachtige vragen. Dat is meteen het bruggetje naar onze gasten die daar een hele duidelijke opinie over hebben geschreven. Welkom Giap Tan en Pieter Pauw. Van harte welkom. Pieter Pauw is onderzoeker bij de Frankfurt School of Finance and Management en geeft beleidsadvies over internationale klimaatpolitiek en klimaatfinanciering. Hij behaalde zijn doctorstitel aan het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en sinds 10 jaar schrijft hij regelmatig opiniestukken over onder andere luchtvaart voor bijvoorbeeld NRC. En deze zijn overigens terug te lezen op de website van Pieter, www.pieterpauw.eu. Voor Giap Tan loopt het burgerluchtvaartdossier echt als een rode draad door zijn ambtelijke carrière. Hij schreef de geluidsnormen voor luchtvaart in zowel de luchtvaartwet als de wet geluidshinder. Gaf eind jaren 80 leiding aan de totstandkoming van het plan van aanpak Schiphol en omgeving. En van 2004 tot 2007 was hij mede verantwoordelijk voor de commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol, de voorloper van het Aldersoverleg en de Omgevingsraad. Hij gaf tevens leiding aan het klachtenbureau Schiphol en in 2001 promoveerde hij aan de UvA op complexe besluitvorming van grote infrastructurele werken in Nederland, met als imperie de uitbreiding van de nationale luchthaven Schiphol. Heren, nogmaals van harte welkom in deze De Witte Talks. In de zomer verscheen in Weekblad Elsevier een opinie van jullie hand met als titel Vliegen is niet normaal, maar iets bijzonders, handel ernaar. Ondanks dat de luchtvaart een bepalende rol heeft gespeeld bij de naoorlogse economische ontwikkeling van Europa, noodzaken in jullie ogen de situatie van KLM als gevolg van de coronacrisis, de klimaatcrisis en de wens de economie na de pandemie weer op gang te brengen, echter tot een herbezinning op de toekomst. Hoe kwamen jullie, Giap als een zeer ervaren en ook gepensioneerde ambtenaar die decennia beleid heeft helpen ontwikkelen voor de burgerluchtvaart en een jonge klimaatwetenschapper, Pieter, die veel internationaal heeft gewerkt, ertoe samen om deze opinie te schrijven? Giap. Dit jaar is veel geschreven over de burgerluchtvaart. Het technisch faillissement van KLM en de verbluffend snelle toezegging van het kabinet KLM te hulp te schieten heeft menig journalistieke pen in beweging gebracht. En geen dag ging voorbij of er was weer een artikel over KLM. Maar wat ontbrak in al die artikelen was wat ik zou willen noemen de intellectuele denkruimte, het denken, het ontwikkelen van een visie op de toekomst van de burgerluchtvaart, maar ook het doen, een actieprogramma. En in ons artikel
hebben wij daar een aanzet voor gegeven en een hopelijk logische opbouw. Een beschrijving van waar wij nu voor staan. Het benoemen van de dilemma's rond de luchtvaart, die hardnekkig onbenoemd blijven, de taboes waarover je het hebt bij KLM en Schiphol. En dan het formuleren van een visie op de burgerluchtvaart, namelijk een pleidooi om van een nationaal naar een Europese niveau te komen voor de burgerluchtvaart. Het formuleren van een aantal principes waaraan de burgerluchtvaart naar onze mening zou moeten voldoen. En tenslotte het aangeven van een tijdspad voor actie. Pieter, kenden jullie elkaar al voor dit artikel? Nee, we hadden elkaar, sterker nog, we hebben elkaar pas net een half uur geleden voor het eerst ontmoet. Ik had een eerder stuk geschreven over de luchtvaartnota in NRC Handelsblad. Waar ik feitelijk in zeg, hè, want er is een luchtvaartnota gepresenteerd in mei, geloof ik. Waarin plannen worden gemaakt hoe het verder moet met de luchtvaartsector. En dan wordt het woord corona, het wordt er wel in genoemd, maar het wordt expliciet buiten de nota gesloten. En daarvan heb ik gezegd, dat kan niet. Dat is alsof je als net uit elkaar geklapte Sovjet-Unie in 1992 bij elkaar komt en zegt, dit is ons economisch plan voor de aankomende 30 jaar. En dat je dan in een voetnootje zet, oh ja, de Sovjet-Unie bestaat niet meer, maar dat geeft niet. Het is zo'n diepe crisis en die moet je aangrijpen als je nu wil naar een economisch nuttige en duurzame luchtvaart. Voordat we zo dieper op jullie stuk ingaan, op de analyse, ook op de taboes en op hoe verder. Hebben jullie veel reacties op het stuk ontvangen? Ja. Dat valt wat mee, valt wat tegen. Je kunt zeggen, er was een diepe stilte bij de hoofdrolspelers. We hebben ze allemaal ons artikel toegestuurd. Maar de hoofdrolspelers, beschouw ik het ministerie van Infrastructuur en van Waterstaat, KLM en Schiphol. Diepe stilte, zou ik zeggen. Daarnaast in overgrote meerderheid een soort schoorvoetende adhesie, Tweede Kamerleden, opiniemakers. Eigenlijk ben ik het wel in alle opzichten met jullie eens. Ook uit kringen waar je dat niet onmiddellijk verwacht. Echt mensen die heel veel met de luchtvaart te maken hebben. Kijk, en daar hebben we dus niets aan. Want diepe stilte via het zijn open deuren tot eigenlijk ben ik het in alle opzichten met jullie eens, dat leidt niet tot actie. En waar we naar op zoek zijn met dit artikel is het creëren van een podium voor ons pleidooi voor een duurzame Nederlandse burgerluchtvaart. Voor intellectuele denkruimte, maar ook voor het zoeken naar draagvlak voor een meer hands-on aanpak. En ik denk de charme daarvan is naar mijn mening dat het dus niet links of rechts is. Maar dat het zoeken is ook samen met de luchtvaartsector naar een toekomst voor de luchtvaartsector. Helder. In jullie artikel pleiten jullie voor een duurzaam en sociaal-economisch waardevolle Nederlandse burgerluchtvaart. Die onderdeel uitmaakt van een Europese Green Deal en voldoet aan de doelen van het klimaatakkoord. Je gaf net al even aan, Pieter, dat de luchtvaartnota die in mei is verschenen, de vorige was volgens mij in 2009, hè, dus er was waarschijnlijk werd er lang op gewacht op deze nota, dat daar eigenlijk volledig voorbij is gegaan aan de coronacrisis en de impact. Maar heeft die coronacrisis niet een dusdanige impact dat zeg maar een toekomstplan voor de luchtvaart, dat we misschien al wel daar te laat mee zijn? Dat de veranderingen zo groot zijn dat er amper meer wordt gevlogen, dat het de vraag is of de luchtvaart überhaupt kan blijven bestaan? Die zal zeker blijven bestaan, maar welke impact corona precies heeft, weet natuurlijk niemand. Dat weten ook KLM en Schiphol niet. Maar het is natuurlijk wel zo, het is zo'n diepe crisis, dat het idee om met business as usual door te gaan, dat sowieso niet kan. Business as usual was eigenlijk de luchtvaartnota die in mei is verschenen. We gaan gewoon door op hetzelfde. Wordt ondersteund door de luchtvaartnota. Ja, we kunnen het aantal vluchten verder uitbreiden, zolang vliegtuigen wat stiller worden, zolang ze wat efficiënter worden. En dat kan gewoon niet. Om veel redenen die wij ook allemaal opschrijven. En nu door corona is ook duidelijk geworden
dat sowieso geen optie meer is om business as usual door te gaan, omdat er al enorm veel staatssteun naartoe gegaan is. En er nog veel meer moet komen hoe langer die crisis duurt voor de luchtvaart. En dan moet je op een gegeven moment de vraag stellen, waarom doen we dit eigenlijk, al die steun? En is dat wel goed besteed? En kunnen we dat niet veel beter op een andere manier doen? Ja, want los van de coronacrisis geven jullie eigenlijk aan dat er al lang problemen zijn en waren in die burgerluchtvaart, al ver voordat die coronacrisis überhaupt ontstond. Wat zijn jullie in jullie ogen die belangrijkste bezwaren tegen de groei van de burgerluchtvaart die we natuurlijk de afgelopen tientallen jaren hebben gezien? Ja, dus het lijkt in eerste instantie heel mooi. Hè? Het aantal vluchten groeit steeds verder, er komen meer maatschappijen mee. Meer mensen willen steeds vaker vliegen. Als je naar een vliegveld komt, dan ziet het er fantastisch uit. En het ruikt naar al de parfum van alle winkeltjes daar en tax-free shopping. En er hangt nog steeds een sfeer omheen dat je in een mooie nieuwe wereld treedt die het ook heel goed doet. Want er komen, zoals ik zei, steeds meer vliegtuigen, steeds meer luchthavens bij. Maar als je gaat kijken onder de streep hoe die sector eigenlijk in elkaar zit en hoe die loopt, dan zit die helemaal niet logisch in elkaar. Dan zou die zonder staatssteun zou die, en dan bedoel ik zowel politiek als ook financieel, zou die lang niet zo groot kunnen zijn. Financieel gaat het dan dus zoals nu, het redden van alle nationale luchtvaartmaatschappijen in heel Europa en in de Verenigde Staten door staatssteun. Maar het gaat ook over het ontbreken van een belasting op kerosine, een ontbreken op de belasting van vliegtickets. Dus het economische model van luchthavens zit hem zonder al die subsidies, zou het lang niet zo groot kunnen zijn. En daarnaast, op vliegen zelf wordt eigenlijk geen geld verdiend. Dus daar wordt in Europa ongeveer $5 per passagier verdiend, per vlucht. En dus het geld wordt bijvoorbeeld verdiend aan parkeren of aan het tax-free shoppen. Dus de verhuur van die winkels voor al die landende passagiers. Dus dan vraag je eigenlijk af, wat is hier eigenlijk het verdienmodel? Ik dacht dat het over vliegen ging, maar dat lijkt dus helemaal niet te kloppen. Ik ben een beetje afgeweken. Wat was precies de vraag? Nee, jij ging al volgens mij in op de taboes die jullie in het stuk schetsen, zeg maar. Hè? Maar mijn vraag was van wat zijn de belangrijkste bezwaren eigenlijk tegen die groei van de luchtvaart van de afgelopen tientallen jaren? En daar heb ik een aantal goede voorbeelden al van gegeven. Ja, dus het economische model klopt niet helemaal. In Schiphol kan het op een of andere manier nog uit, maar regionale luchthavens als Maastricht en Groningen, die zouden al lang al niet meer bestaan als er geen overheidssteun zou zijn. Ik zie dat in Duitsland ook, want de meeste regionale luchthavens die draaien op kosten van de belastingbetaler. Dus dat is het economische. En daarnaast komen dus al die verhalen of al die problemen rondom de luchtkwaliteit en met name dus de uitstoot van CO2. Geluidsoverlast die niet wordt gemeten, maar die wordt berekend op een of andere manier. En zo nog een aantal andere problemen. Guillaume, jij hebt zelf jaren bij het ministerie gewerkt en gewerkt ook met de luchtvaartsector. Jullie geven in je opinie ook, zetten jullie hele kritische kanttekening bij de relatie tussen de luchtvaartsector en het ministerie van Infrastructuur. Jullie zeggen het Rijk eigenlijk als tassendrager van KLM Schiphol. Kun je ons eens meenemen hoe je dat ziet en hoe dat ook ging toen jij daar werkte? Stond er bijvoorbeeld elke dag een luchtvaartlobbyist aan jouw bureau om snode plannetjes te proberen jouw dingen te laten opschrijven die de sector verder zou helpen? Nou, dat laatste was niet nodig, want het ministerie van Verkeer en Waterstaat, nu dus Infrastructuur en Waterstaat, was de grootste luchtvaartlobbyist. En vanaf het begin van mijn ambtelijk leven had ik een paar keer per week intensieve contacten, interdepartementaal overleg met Verkeer en Waterstaat. En het was een constante dat dat ministerie altijd de stem van de sector vertegenwoordigde. Hoorde je een keer iets nieuws, dan was het eerder van Schiphol of van KLM dan van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dus dat is een heel bijzondere rolverdeling binnen de Rijksoverheid. Als ambassadeur eigenlijk voor de luchtvaartsector? Nou ja, als ambassadeur, als tassendrager. Ik heb wel eens gehoord dat bij internationaal overleg over luchtvaartverdragen ook letterlijk de vertegenwoordiger van het ministerie als eerste de hand mocht schudden van zijn counterpart in Canada of in de Verenigde Staten, maar dat daarna het woord wel
overgenomen werd door professor Wassenberg van KLM. En hoe zou je in de toekomst naar dat nieuwe model van burgerluchtvaart, hoe zou die relatie gezonder kunnen in jouw ogen? Daar kun je inderdaad verschillende oplossingen voor vinden. Maar voor mij is het belangrijkste, er is een ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En die heeft nou eenmaal dit in zijn portefeuille. Die heeft nu een luchtvaartnota uitgebracht. Zo'n luchtvaartnota zal de basis moeten zijn van het beleid voor de toekomst. Dus het is minder, vind ik, van hoe zou de rolverdeling moeten zijn, maar eerder dat ik ervoor pleit dat vanuit andere ministeries, die duidelijk andere invalshoeken moeten binnenbrengen, dat ze een actievere opstelling hebben ten opzichte van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, wat nu eenmaal tot taak heeft om de luchtvaart en daar een beleid voor te ontwikkelen. Ja, dus eigenlijk een oproep voor de andere departementen om de publieke waarden die zij vertegenwoordigen wat meer in de discussie in stelling te brengen. Mm-hmm. Ja, en een van de dingen die je nu leest in de coronacrisis is wel dat om weer uit deze enorme dat economische dal te komen, dat we ook weer opnieuw moeten gaan nadenken over hoe de relatie tussen de overheid en bepaalde vitale sectoren eruit ziet. Hè. Iets meer planning misschien, wat lange tijd als een vies woord gold, maar misschien toch wel weer in beeld gaat komen. Is daar iets over te zeggen? Is dat dan ook iets wat meer kabinetsbreed gedragen moet worden in plaats van alleen vanuit dat ene departement? Of druist dat juist tegen jullie standpunten in? Moet het meer vrijgegeven worden? Nou, ik denk dat in ons artikel bepleiten we om het luchtvaartdossier van een nationaal naar een Europees niveau te brengen. Maar dat neemt niet weg dat op nationaal niveau de discussie over de toekomst van Schiphol, van Hub Schiphol, maar ook van KLM als onderdeel van Air France KLM, natuurlijk wel goed gevoerd moet worden. Persoonlijk ben ik wat huiverig om mee te gaan met de huidige mode om weer terug te gaan naar de nationale overheid als grote regisseur van problemen in de luchtvaart, problemen in de landbouw, problemen in de woningbouw. Het zou zoveel inventiever zijn als wij als samenleving de verantwoordelijkheden ook wat spreiden. En dus niet alleen langs de lijnen van Rijk en provincies en gemeenten. Maar ik vind hier ook nadrukkelijk een rol voor kennis, voor universiteiten en voor burgergemeenschappen om in actie te komen. Ja, maar daar is natuurlijk wel een architectuur voor nodig. Ja, en ik denk, om daar nog aan toe te voegen, ik denk ook dat het feit dat wij dit opiniestuk zo konden schrijven en al die argumenten op een lijst kunnen zetten, geeft ook eigenlijk aan dat het systeem uit zijn voegen barst. Dus dat de huidige samenwerking tussen de ministeries en Schiphol KLM, dat die niet functioneert. Hè? Dus de 30-jarige ervaring die er nu ligt met de dubbeldoelstelling van enerzijds economische groei en anderzijds het milieu een beetje ontzien, dat werkt gewoon niet. De emissies van CO2 in de luchtvaart zijn sinds 1990 met 250% gestegen. Dus het geeft gewoon aan dat de huidige manier van doen, die werkt gewoon niet. Die laat wel toe dat Schiphol groeit en dat er meer vluchten komen, maar de economisch toegevoegde waarde is minimaal. En de schade voor omwonenden, voor het milieu, voor het klimaat is catastrofaal. Je noemt een aantal taboes eigenlijk die jullie hier omschrijven. Misschien kunnen we ze één voor één even door langslopen. Jullie zeggen eigenlijk, er zijn een aantal taboes waar eigenlijk niet over gesproken kan worden. Of althans, bij de overheid en de sector is dat aan dovemans oren gericht. Nou, de eerste, je stipt hem net al even aan, zeggen jullie in het stuk dat er geen sociaal-economische onderbouwing is. Dat het bedrijfsbelang van KLM Schiphol gezien kan worden als maatschappelijk belang. En jullie zetten ook vraagtekens bij de economische opbrengst van de burgerluchtvaart. Ik kan me zo voorstellen dat dat wel tot de nodige scepsis leidt bij onderzoeksbureaus die hier dikke rapporten over hebben geschreven.
En bijvoorbeeld beweren dat een Schiphol van buitengewoon belang is voor de vestiging van hoofdkantoren. Maar jullie zeggen eigenlijk van nou, dat is helemaal niet aangetoond dat dat economische belang er is. Ja, het bewijs is zwak. Het zijn steeds dezelfde bureaus die dezelfde studies doen en met dezelfde cijfers komen. En je kunt ook andere methoden toepassen en dan kom je op andere cijfers. Maar die bureaus die dat doen, die worden weggedrukt. Die analyses zijn er wel, waarin aannemelijk is aangetoond dat die relatie tussen het sociaal-economisch belang... Ja, die analyses zijn er wel. De mensen die achter die analyses staan, die kunnen ook benoemd worden. Dat is bijvoorbeeld Walter Manshande van TNO. Maar die wordt onvoldoende gehoord. Een ander voorbeeld van hoe je ook met kennis kunt omgaan is enkele jaren geleden toen het PBL een advies uitbracht over de toekomst van de luchtvaart. Door een commissie voorgezeten nog door een van de oud-leden van de directie van Schiphol, mevrouw Van Lier-Lels, dat bij de ontvangst, bij het aanbieden van het rapport aan het ministerie van Economische Zaken en van Verkeer en Waterstaat, of toen nog INM, dat de betreffende directeur-generaal, Marc Fréquin, gewoon zei van... Nou, met dit advies doe ik niks. Dat gaat bij mij zo de shredder in. Dus het is ook een kwestie van omgangsvormen. Dus naast het feit dat we allemaal de instituten kunnen benoemen die jaar in jaar uit al deze adviezen schrijven, ik ga ze nu niet noemen, want dat is niet aardig, zijn er zeker, ook zelfs hier in Nederland, zijn er dus andere geluiden, maar die worden onvoldoende gehoord. Maar ik zou ook zeggen, laten we ook eens kijken naar buitenlandse onderzoeksinstanties. Hoe kijken zij er tegenaan? Want er zijn toch ook luchthavens die even groot, zo niet groter zijn als Schiphol. En die worden ook onderzocht. Een tweede taboe die jullie in je stuk noemen is de geluidshinder en het overleg met de omgeving. Hier heb jij wel zelf mede verantwoordelijk voor de voorloper van het aldersoverleg en de omgevingsraad. In het artikel stellen jullie de vraag wat zou op de keper beschouwd alders voornaamste verdiensten zijn geweest na al die jaren van overleg met de omgeving. Nou, de vraag stellen is hem natuurlijk beantwoorden. Hoe zie jij dat, Guillaume? Ja, Ik heb heel veel ervaring op dit gebied en daardoor moet je ook de hand in eigen boezem steken. Om te beginnen, de manier waarop we de geluidsoverlast waarderen, dat wordt in Nederland nog steeds berekend op grond van een advies uit de jaren 60. Is er geen technologie die dat gewoon kan opnemen en daadwerkelijk op daadwerkelijke geluid? Oh ja, die technologie is er misschien wel, maar wij geloven heel sterk in een combinatie van meten en berekenen, met nadruk op berekenen. Maar er zijn zeker technologieën ontwikkeld waarbij men gewoon met toestellen aan de gevel kan zien hoeveel geluidhinder ervaren wordt, of althans gemeten wordt. Maar dat is nog niet wettelijk verankerd. Dus de geluidsnormen zijn gebaseerd op berekeningen. En dat leidt tot ongeloof bij degene die geluidsoverlast ondervinden. Want ze zeggen, nou, dit is geen reflectie van de hinder die ik ondervind. Dat is één ding. Het tweede ding is, daar moet wat aan gedaan worden. Dus die normering, dus niet alleen de normering in de zin van wat is acceptabel, wat is niet acceptabel, maar ook de normering in de zin van wat zijn de berekenings- en meetmethodieken. Daar moeten wij als samenleving, als regering denk ik, op een dag toch die discussie met elkaar durven aangaan. Tweede punt is, en ik heb daar natuurlijk ook aan meegewerkt, is het overleg met de omgeving, de bestuurlijke omgeving van Schiphol. Is toch een soort behoefte aan pacificatie door dat overleg. Dat is rond Schiphol, denk ik, heeft dat een enorme verfijning ondergaan. Het is zelfs wettelijk vastgelegd, zo'n omgevingsraad, zo'n aldersoverleg, zo'n cross.
Maar om te zeggen dat in 2020 partijen tevreden zijn, dat is toch moeilijk. Het overleg bestaat nog steeds? Het overleg bestaat nog steeds. Helaas is Hans Alders nu weggegaan. Hij is nu voorlopig opgevolgd door Pieter van Geel. Maar het loopt niet lekker. En de resultaten daarvan zijn ook niet zo dat het leidt tot overeenstemming tussen partijen. Maar daarnaast zou ik toch ook wel willen zeggen, als we dat constateren, dan constateren we ook dat deze parallele besluitvorming naast de, wat ik maar zou noemen, klassieke democratie, besluitvorming in de gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, dat nu toch wel uitgehold wordt, al heel lang, door deze parallele besluitvorming. En het nare is dat als iets wordt overeengekomen en iemand is het niet mee eens, of een partij is het niet mee eens, nou, die kan de volgende dag weer opnieuw de discussie openen in een ander gremium. En uiteindelijk zegt hij dan, nou, ik ben er nog niet tevreden over het resultaat, ik ga eens naar de rechter toe. Ik zou ervoor willen pleiten dat wij deze taboe, dat we dit echt grondig ook eens aanpakken. Om te zeggen van, over de toekomst van de luchtvaart, de toekomst van Schiphol, moeten we een besluitvormingspad ingaan waar we ons bij neerleggen. Een derde taboe wat jullie benoemen, Pieter, jij bent gepromoveerd op duurzame ontwikkeling en je bent een expert op klimaatpolitiek en klimaatfinanciering, is het hele vraagstuk rondom duurzaamheid en vliegen. Onder andere dat er geen belasting is op kerosine, de CO2-uitstoot van de sector en de bijdrage van de sector aan de klimaatverandering. Hoe zie jij de bijdrage van de sector aan het klimaat en hoe verklaar je bijvoorbeeld, wat voor iemand die er wat verder vanaf staat, toch als redelijk opmerkelijk dat er bijvoorbeeld geen belasting is op kerosine? Ja, een aantal van die punten noemde ik al kort. Het feit dat er geen belasting wordt is op kerosine, dat is vastgelegd in een verdrag in 1944. Waarbij je ook, ik praat af en toe Duits, sorry. Net uit Duitsland gekomen, waarbij je ook kunt afvragen hoe je dat überhaupt moet interpreteren. Maar zowel de luchtvaart als vaak de overheden die er niet aan willen tornen aan het verdrag, die zeggen van ja, het is nou eenmaal internationaal vastgelegd dat we geen belasting heffen, dus daar kunnen we niks aan veranderen. Landen die dan vervolgens proberen om een soort vliegtax in te voeren, en dat hebben heel veel landen inmiddels al gedaan. In Nederland heeft dat ook al gehad. Ja. Die worden vervolgens weer, die worden dan zo ingevoerd, en dat doet deze regering nu ook, die is van plan om vanaf 2021 in te voeren, zo ingevoerd dat het aantal passagiers niet naar beneden brengt. Want dan zou je tenslotte de luchtvaartsector daarmee schaden. Maar dat is juist het hele idee van die vliegtax. Je kunt niet en zeggen, we willen belasting heffen om het aantal vluchten naar beneden te brengen, maar het aantal vluchten mag niet naar beneden. Is het gewoon een cash cow eigenlijk. Dan is het een cash cow en dan snapt helemaal niemand meer waarom het gedaan wordt. Dus je moet eigenlijk toe naar een systeem waarin je een belasting heft die misschien progressief is. Dus hoe vaker je vliegt, hoe hoger de belasting. Want we zijn nu heel kritisch hier, maar we willen niemand het vliegen verbieden, absoluut niet. We willen ook niet dat er in 2021 geen enkel vliegtuig meer opstijgt vanaf Nederland, absoluut niet. Maar goed, even terug naar mijn verhaal. Je moet dus toen misschien naar een progressieve vliegtax, dat hoe vaker je vliegt, hoe hoger de belasting. En misschien naar een minimumprijs ook voor vliegtickets, want je kunt nu bijvoorbeeld goedkoper via Londen naar Amsterdam vliegen vanaf Eindhoven, dan dat je de trein neemt. En het is omdat al die maatschappijen hun vliegtuigen weer vol willen krijgen. Goed, in ieder geval, long story short, er is nu geen duidelijke belasting die de maatschappelijke kosten, met name het gebied van klimaat, meeneemt in de prijs of in het economisch model van de luchtvaart. En dat zou moeten veranderen. Deze regering is dat niet van plan daar veranderingen te doen. Dus de luchtvaartnota, die maakt eigenlijk geen nieuwe plannen over hoe de emissies naar beneden moeten. Die herhaalt alleen wat de sector al zelf heeft voorgesteld. Dus bijvoorbeeld dat de emissies per 2050 moeten halveren ten opzichte van 2005.
Maar ik heb even uitgerekend hoe hoog die emissies dan zouden zijn en hoe zich die verhouden tot de emissiedoelstelling van Nederland als geheel, als land. En dan kom je dus tot de situatie dat in 2050 de helft van de emissies door de luchtvaart wordt uitgestoten. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Ja, je leest de laatste tijd ook in deze discussie dingen over synthetische kerosine enzovoort. Is dat nou iets wat jij als klimaatwetenschapper, waarvan je zegt van dat zou ook de toekomst kunnen hebben? Want dan hebben we het helemaal niet meer over emissies en dan is misschien die vliegtax is ook niet een discussie die we hoeven te voeren. Hoe realistisch is dat en wat voor tijdspad zou erbij horen? En neemt dat voor jullie veel bezwaren weg? Want aan hinder of aan het economisch model hoeft dat nog niet zo veel te veranderen. Dus daar ben ik benieuwd naar hoe je daar tegenaan kijkt. Ja, nou ja, precies. Het is er zijn allerlei innovaties. En er wordt vaak ook gezegd, met innovatie kunnen we de boel veel beter maken. Dus vliegtuigen worden ook steeds zuiniger. Vliegtuigen zitten ook, als ze voller zitten, zijn ze ook relatief zuiniger, zeg maar. Dus je kunt allerlei dingen doen om de situatie te verbeteren. Maar dat zijn eigenlijk kleine verbeteringen die absoluut niet opwegen tegen de enorme groei van het aantal vluchten op dit moment. Of laten we zeggen, tot de coronacrisis. Dus die innovatie hinkt erachteraan. Die is veel te langzaam. Die gaat het verschil niet maken. Nou zijn er wel inderdaad een aantal grotere innovaties. Dus misschien biodiesel of elektrisch vliegen. Misschien vliegen op waterstof, dat soort zaken. Maar die staan of in de kinderschoenen. Of ze zijn nog te duur. Dus er wordt al een tijdje op biodiesel of biokerosine gevlogen. En KLM heeft ook op sommige vliegtuigen heel trots zo'n slogan staan van wij vliegen op biokerosine. Maar dan gaat het echt om, ik geloof minder dan 1% of zo. Omdat die brandstof ongeveer 2 keer zo duur is. En elektrisch vliegen is een heel mooi idee, maar het is gewoon veel te zwaar op dit moment. Dus als er dan mooie foto's van elektrische vliegtuigen op Twitter verschijnen, dan zijn het vaak omgebouwde Cessna's waar dan een dikke accu is ingebouwd. En dat je dan met 20 man naar Londen zou kunnen vliegen over 1 jaar of 10. Dus ook dat is niet economisch. Als we erop gaan vertrouwen dat dat de boel gaat redden, dan slaan we de plank ook mis. Jullie geven aan dat misschien wel het belangrijkste taboe, ook in jullie analyse, is de gedachte dat Nederland met een kleine thuismarkt een eigen nationale luchtvaartmaatschappij in de lucht moet houden en een luchthaven moet hebben die concurreert met de allergrootste hubs ter wereld. Zeggen jullie daar nou eigenlijk met zoveel woorden mee dat we misschien in Nederland wel zonder KLM kunnen of zonder Schiphol? Nou, ik zou het in ieder geval niet willen zeggen, want ik denk dat we allemaal trots op mogen zijn dat op dit moment KLM de oudste luchtvaartmaatschappij van de wereld is. En dat in mijn ogen geen mooiere luchthaven is dan Nederland, dan Schiphol. Maar de realiteit gebiedt dat we hebben geen KLM meer. We hebben een Air France KLM en dat leidt tot nieuwe realiteiten. We hebben binnen de Europese Unie op dit moment door het wegvallen van Verenigd Koninkrijk 3 hubs. Frankfurt, Charles de Gaulle en Schiphol. En die hebben 3 hele krachtige home carriers, Lufthansa en Air France KLM. Nou, Air France KLM beschikt dus al over 2 hubs. Dat is ook nadrukkelijk altijd de attractie geweest van de fusie tussen, of van de overname van KLM door Air France. En Frans KLM beschikt over 2 hubs. Dat is enorm. Dat betekent dat 2 landen, Frankrijk en Nederland, hun uiterste best doen om Frans KLM te accommoderen op die 2 hubs. Maar de gedachte van die 2 hubs is eigenlijk nog niet goed uitgewerkt. Want je zou je kunnen voorstellen dat elke hub zijn eigen bestemmingen gaat kiezen of zich daarin gaat specialiseren. Bijvoorbeeld waar wij als Nederland altijd heel sterk in zijn, in de transatlantische vluchten. En de Fransen toch altijd meer naar Afrika en naar Zuid-Amerika. Maar goed, dat is iets wat dus nog niet uitgekristalliseerd is. Maar ons pleidooi is
Je kunt niet elke half jaar 3,4 miljard euro aan KLM besteden in de vorm van garanties en leningen. En een nog hoger bedrag door de Franse overheid aan Air France. En dan ook nog zeggen, ja, jullie zijn wel één bedrijf, maar wij gaan ook een agent aanstellen om erop toe te zien dat die 3,4 miljard van Nederland alleen maar KLM te goede komt. Ja, dat is een defensieve strategie. Dus ons voorstel is, zoals ook met de coronacrisis Merkel en Macron hebben bepleit om de zorg, gezondheid, om dat tot een Europees dossier te verklaren. Hè, net als kolen en staal, landbouw. Zo zouden wij ervoor willen pleiten om de kostbare luchtvaart, kostbaar ook in de zin van we willen dat behouden, hè, we willen dat ontwikkelen, om dat in Europees verband te doen. En op dit moment zijn nou eenmaal Lufthansa en France KLM, dat zijn de grote spelers. Want alle andere luchtvaartmaatschappijen zijn eigenlijk al verdwenen. Ik bedoel, Lufthansa is eigenaar van luchtvaartmaatschappijen die opereren in Centraal- en Midden-Europa. Dus het is misschien ook niet eens zo ingewikkeld. Alleen we moeten dat knopje zien om te draaien. En dat leidde bij ons tot de stoute gedachte van, het is ook een gunstig moment op dit moment. Want Duitsland heeft het Europese voorzitterschap dit half jaar. En over 2 jaar heeft Frankrijk dat. En zouden dat niet de kapstokmomenten zijn om dit dossier dan echt goed neer te zetten? En je zegt, er moeten wat knopjes worden omgedraaid. Er is nu momentum. Het interessante aan jullie stuk is dat jullie ook dus met oplossingen komen voor de toekomst. Hoe moet het verder met de burgerluchtvaart in Nederland? En jullie formuleren hierbij een aantal, zoals jullie noemen, leidende principes. Pieter, hoe zijn jullie tot deze principes gekomen? Want ik kan me voorstellen, ja, daar zitten er nog wel een aantal keuzes ook in die je nou maakt. Ja, absoluut. We wilden ze eigenlijk, we hebben, voordat het stuk af was, hebben we vaak met elkaar gebeld. Soms tot diep in de, nou ja, ik wil niet diep in de nacht, maar tot laat op de avond. En erover gesproken van hoe gaan we het opzetten? Wat willen we hier eigenlijk, welke boodschap willen we hier kwijt? En ook hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het debat? Want het is heel makkelijk om kritiek te leveren op de huidige situatie. Op de luchtvaartnota, zoals ik eerder heb gedaan. Of op het feit dat er 3,4 miljard staatssteun bereid wordt gesteld voor KLM. Maar in welke kant of welke richting moet je nou denken als je oplossingen zoekt voor al die problemen? En toen zijn we dus met principes gekomen. Dat is ons voorstel, maar ik denk dat ze algemeen gelden of kunnen gelden. Van op basis van welke principes willen we nou dat de luchtvaart zich dan wel ontwikkelt? En nou ja, daar hebben we dus lang over nagedacht en ook een beetje onderhandeld. En toen zijn we tot deze lijst gekomen. Kun je ze toelichten? En, ja, uiteraard. Ja. De eerste is gewoon recht op mobiliteit. Ik zei het al eerder, ons doel is niet om de luchtvaart de nek om te draaien. Absoluut niet. Het blijft gewoon een belangrijke pijler van ons economische model. Maar... He, dus dat is het eerste principe, maar daarna komen er een aantal andere. Bijvoorbeeld dat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit. En met kwantiteit bedoel ik bijvoorbeeld op wat ik net bedoelde, dat je van Eindhoven naar Amsterdam kan vliegen via Londen voor 5 euro. Dat moet gewoon niet kunnen, zoiets. He, dus het gaat niet om kwantiteit, het gaat om kwaliteit. Giap vertelde net al dat we toe moeten naar een systeem wat binnen de EU gewaarborgd ligt en niet in Nederland alleen. He, dus luchtvaart moet een Europees dossier worden. Dan natuurlijk, en dat is niet nieuw, dat zeggen veel mensen al, maar dat we heel goed moeten nadenken van waar kunnen we over welke afstanden gewoon overstappen op andere transportmogelijkheden. Dus met name trein, maar ook bus of andere dingen. En daar hebben wij gezegd van alles onder de 1000 kilometer moet in principe met de trein kunnen. Maar dat kan je ook, je kunt ook lager beginnen en dat met de tijd oprekken natuurlijk. Heel belangrijk als volgend principe is de eerlijke prijs. En onderbreek me, Giap, als je ook iets wil toevoegen, anders werk ik het lijstje af. Maar, en de eerlijke prijs, door wie wordt die bepaald? Wie bepaalt de eerlijke prijs? Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar ik zei al eerder, ik vind het heel belangrijk dat de kosten van vliegen voor
omwonenden van luchthavens, voor het klimaat, voor het milieu, dat die ook in de prijs worden meegenomen. En dan wordt vliegen natuurlijk veel duurder. Maar als het veel duurder wordt, helpt dat ook weer om die focus te verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. Ja, want dan gaan mensen veel beter nadenken welke vlucht eigenlijk noodzakelijk is en welke ze echt moeten maken of willen maken. En als je dan toch die eerlijke prijs doet, dat moet dus middels een belasting. En als die niet op kerosine komt, dan via een vliegtax. Maar dat geld wat je daarmee ophaalt als overheid moet dan ook niet zomaar ergens terechtkomen. Algemene middelen. Algemene middelen, maar dat moet voor mensen heel duidelijk zijn waar die euro's naartoe gaan. Dus dat moet ergens in een pot geld, waarvan wij zeggen dat die dan ook weer deels gebruikt moet worden om innovatie in de sector verder te ondersteunen. Ik geloof dat ik daarmee de belangrijkste principes wel heb. Wat ik nog vergeten ben te vertellen is, hè, als we toegaan naar een luchtvaartsector die in een Europees systeem zit, dan moet het natuurlijk ook heel duidelijk geankerd zijn in het akkoord van Parijs, het klimaatakkoord, VN-klimaatakkoord, en de Green Deal van de Europese Unie. Dat zijn natuurlijk bepalende internationale afspraken waar Nederland ook aan vastzit. Die ook al waarborgen dat de emissies van de luchtvaartsector niet kunnen halveren per 2050, maar veel, veel verder moeten zinken. In maart vinden er in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen plaats, hè, maart 2021. Jullie gaven net al even aan, er komen wat belangrijke politieke momenten aan. Het voorzitterschap van Duitsland en Frankrijk in de EU. Wat zijn in jullie ogen de stappen die nu politiek genomen moeten worden om eigenlijk, ja, die duurzame toekomst voor de burgerluchtvaart ook echt te verzekeren? Ja, dit is een lastige vraag. Ik denk dat dit een thema is wat bij veel partijen deel van de campagne zal worden. Ik neem aan dat met name de groene partijen dit op gaan nemen. En dat CDA en VVD daar in het defensief gedrongen worden. Maar het hangt ervan af. Het kan ook zijn dat corona toch het belangrijkste thema wordt. Dat kun je nooit zo goed voorspellen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het thema in deze breedte, die wij hier ook hebben proberen op te schrijven, aangesproken wordt. Zodat mensen ook de discussie veel beter snappen. Hè? Het gaat niet over één vlucht minder of niet. Het gaat niet over vliegschaamte alleen, wat eerder werd genoemd. Het is een heel breed maatschappelijk, economisch onderwerp. Waar heel veel overheidsgeld naartoe gaat. En dat moeten mensen, denk ik, beter beseffen. En ook in hun stemgedrag meenemen. Hebben jullie al een uitnodiging gekregen van de programmacommissie om een toelichting te geven? Ik in ieder geval niet. Maar het bracht me net weer op het idee, als je de kranten van de laatste dagen leest over de oprichting van het Wopke Wiebes investeringsfonds. En voor de coronacrisis, toen dat fonds ook al min of meer was gestart, was het natuurlijk absoluut zeker dat luchtvaart daar onderdeel van zou uitmaken. En nu wordt dat angstvallig uit de berichtgeving weggehaald. Maar ik zou bijna zeggen, misschien zou het heel, heel goed idee zijn om de toekomst van de luchtvaart, duurzame burgerluchtvaart, om daar in ieder geval een claim te leggen op dat fonds. Omdat dat zo'n onderwerp is waar je, wat niet sectoraal is, maar wat heel veel te maken heeft. Want als je het hebt over een duurzame luchtvaart en je zegt binnen een afstand van 1000 kilometer zou je misschien eens moeten nadenken of je een vliegtuig neemt. Maar goed, dan wil je daar toch wel snel aankomen, goedkoop aankomen, dus snelle verbindingen. Wat is erop tegen om het dossier van de mobiliteit, en het bijzonder dus van de snelle treinverbindingen, te koppelen aan het luchtvaartdossier? Maar ik kom ook op een andere reden, toen wij bezig waren met ons artikel. Toen hadden we het ook over de belangrijke rol die kennis zou moeten spelen. Die ook op Europees niveau geïnstitutionaliseerd zou moeten worden. En over een mogelijke regeringscommissaris die dit onderwerp een keer eens goed op een rijtje zou kunnen zetten. En als je de namen nu ziet van de mensen die in die beoordelingscommissie gaan zitten van het fonds,
dan zijn er toch wel een paar interessante namen. Bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf, die absoluut wetenschappelijk, denk ik, een topper is. Maar ook... Jeroen Dijsselbloem, Sijbesma. Sijbesma, denk ik. Dus dat zijn mensen van je zou zeggen, nou, als jullie nou een ploeg gaan samenstellen van verschillende hoeken, luchtvaartsector, politiek, wetenschap, om daar zo goed over na te denken en daar voorstellen voor te maken. En dan ook van een zekere statuur, hè? Dus echt ook de functie van regeringscommissaris aan te koppelen, zodat die ook doorzettingsmacht heeft. Mooi idee. We zijn al bijna weer aan het eind van deze witte talk gekomen. Misschien een laatste vraag, Pieter, met jou te beginnen. Als we straks weer volop kunnen vliegen, al dan niet duurzaam, waar gaat jouw eerste vliegreis dan naartoe? Ja, dat zal een reis voor werk zijn. Ik probeer privé niet te vliegen. Misschien Zuid-Korea. Maar ik heb ook gemerkt dat het nu, en dat merkt iedereen, dat het heel makkelijk is om online ook vergaderingen van besturen en cetera te houden. Dus misschien is het wel niet meer noodzakelijk om daar naartoe te gaan. Giap, hoe zit het? Voor mij zou de klassieke transatlantische vlucht van Schiphol naar New York zijn. Dat is toch altijd, die moet je toch eens per jaar bezocht hebben, die stad. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze De Witte Talk. Deze podcast is mogelijk gemaakt door Sociëteit De Witte en aangeboden door de Alexis de Tocqueville-tafel. Vanuit de Groene Zaal bedank ik Giap Tan en Pieter Pauw voor het gesprek. Kasper, wij zien elkaar volgende week weer hier in De Witte. Veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.